Ontdek tal van topmerken, zowel voor hem als haar, bij het vernieuwde Maddy's Mode. Makkelijk bereikbaar en met een ruime parking. Dag Benjamin, hier onder een prachtige stralende zon. Hopelijk is dit de voorbode voor succesvolle parkconcerten 2023. Wat kunnen we zoal verwachten? Heel toffe namen, hè, met bijvoorbeeld Aaron Blommaert, de winnaar van de Mouse Singer, dat het parkconcert eigenlijk gaat starten. Maar ook Bram en Lennart, onze Ninofse helden, Lotte de Klerk, iemand van Like Me. Dus er komt eigenlijk heel wat leuks aan. Ja. Dikus Misses ook, met Fille van Café de Gonzo. Klopt, dat zie ik ook. Toch wel een apart genre voor op de parkconcert. Ja. Ja, maar het is leuk en een in of zin steken, dus die zijn zeker welkom. En ik zie er zeker ook naar uit om hen te zien optreden. Ja. Nieuw dit jaar is ook dat er nu moet gewerkt worden met die herbruikbare bekers. Klopt. Ja, zie je dat een beetje zitten? Ja, we staan ervoor en we moeten erdoor. Dus eigenlijk, het is overal een beetje aan het komen dat je met herbruikbare bekers moet werken. Nu achteraf, qua opruimen, is het wel veel beter. Het park gaat er veel properder bij liggen, want de mensen hun beker wel terugbrengen voor hun waarborg terug te krijgen. Dus op dat vlak is het zeker beter natuurlijk. Het vraagt wel extra handeling. Hè. Je moet die beker gaan halen. Je moet die ook wel weer wassen allemaal achteraf. Dus, en die mogen niet hier gewassen worden zeker? Nee, wij geven altijd een nieuwe beker. Dat is eigenlijk het meest hygiënisch uiteindelijk van met een nieuwe beker altijd te kunnen starten. Dus geef je een oude die leeg is terug en je krijgt dan van ons een nieuwe propere beker. Weer gevuld met drank natuurlijk. Hè. Ja. De parkconcerten blijven ook nog altijd gratis, hè? Ja, dat klopt. En dat is grotendeels te danken aan onze trouwe sponsors, onze trouwe partners, die ons jaarlang eigenlijk al steunen en waarvoor dat wij heel erg dankbaar zijn. Want zonder hen kunnen wij dit niet gratis aanbieden. Nee, dat zal wel. Oké, jullie hebben ook nog parkconcerten op andere locaties, hè? Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk in Aalst, in Erpenmeer en in Liedekerk ook heel mooie programma's samengesteld. Dank u wel en hopelijk wordt het weer een groot succes.